Hallo, ik ben Merel. En ik ben Mark. En ik ga u de komende tijd wat meer vertellen over de Rabobank. Wij gaan u daar de komende tijd wat meer over vertellen. Want we vergeten nog wel eens dat de Rabobank een coöperatieve bank is. En dat betekent om te beginnen dat we geen aandeelhouders hebben. Ja, wij doen het liever samen. Ja, wij samenwerken. Maar dan vooral met de klant natuurlijk. Zoals deze grote scheepsbouwer. Of deze kleine jongen. Kom op, Dylan. Ja, ik heb het nu even over grote klanten, Mark. We zijn de exportfinancier van Nederland. Oké. Misschien gek, maar dit zijn ook grote klanten van ons. We zijn de sportfinancier van Nederland. Sorry hoor, ik zei exportfinancier. Ja, maar ik zeg sportfinancier. Misschien wel veel belangrijker dan al die grote klanten van jou. Waarom maak je toch overal een wedstrijd van? Nou, dank je. Samen sterker, dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank, een bank met ideeën.